Hallo, leuk dat je kijkt naar deze video van Trailer Plus. Vandaag wil ik het met jullie hebben over ASPOC-verlichting. ASPOC, zeg het maar, what's in the name? ASPOC-verlichting kenmerkt zich door de connectoren aan de kabel. Er zijn ook achterlichten met Thule-aansluiting, maar de meeste hebben toch wel vast als eerste montage gemonteerd de achterlichten met connector-aansluiting. De connector van ASPOC herken je aan de ronde stekkers. Dus de connector welke in de achterlichtunit gaat, is rond van vorm. Radex daarentegen heeft vierkante stekkertjes met ook een ronde wattel, anders zou je niet kunnen draaien. Maar ASPOC kenmerkt zich door de ronde wattels. Die hebben 5 en 8 polig. De meest voorkomende is inderdaad de 5-polige. Daar zitten eigenlijk alle functies in en die worden ook vaak eerste montage gemonteerd op de verschillende merken aanhangwagens. Je monteert de stekker door hem in het achterlicht te doen. En dan kijk ik even naar groen is rechts, groen is rechts en geel is links. Het is vrij makkelijk te onthouden. Dus de groene, dit is een rechter unit. En de groene kast hierin. Even goed opletten, het is allemaal wat, maar dat lukt allemaal. Er zit een kleine sparing aan de onderkant van de stekker. Een klein sleufje, die komt in de lampunit ook onderin. Anders past die ook niet. En dan steek je die zo in. Dan kan je de wattel aandraaien. Natuurlijk moet er even weer door. Hier. En klik vast. En dan werkt het. De aftakking in dit geval is voor de extra verlichting, extra kentekenverlichting of als voeding voor de zijmarkeringslampen of voor de toplampjes, wat je zelf wil. Maar hier zit ook spanning op en die krijgt voeding van voor uit de stekker. Dus de gewone stekker die gaat in de stekkerdoos van de auto. Je krijgt voeding op de achterlichten. Via de aftakking kan je dan weer verder naar de diverse accessoireverlichting. Het voordeel van ASPOC is dat je dat snel kan wisselen. Het scheelt heel veel uren, heel veel tijd. En het is gewoon makkelijk. De gaten komen overeen. Je kan het snel uitwisselen met elkaar. En het is alle waar naar zijn geld, maar het werkt goed. Het is niet voor niks een eerste montagesysteem wat veel gebruikt wordt door diverse trailerfabrikanten. Vandaar dat wij ook een uitgebreid assortiment hebben in ASPOC-verlichting. Veel lampen, veel units, maar ook heel veel kabelsets die weer verschillende kenmerken hebben. Dus lange voedingkabel, lange of korte accessoire kabeltjes, losse aansluitconnectoren die je zo weer op die flatkabel kan knippen. Dan maak je verbinding, net als een prikkabel. Die knijp je erop en dan kun je met een flatkabel kan je de kabel naar de accessoires verlengen. Heel makkelijk, werkt goed. Klachtenvrij en zeer gebruiksvriendelijk. Zeker de moeite waard. En ik hoop dat je wat hebt gehad aan deze video. Mocht dat niet zo zijn, of mocht je wat tips, trucs of andere vragen hebben, neem contact op, stuur me een mail, WhatsApp of op wat voor manier dan ook. Ik ben altijd bereid om een antwoord te geven op de vragen. En als ik wat voor je kan doen, hoor ik het graag. Zie ik je binnenkort.